moment dat ze horen dat de kruisband door is. Dus op het moment dat ze weten dat ze de komende jaar of 10 maanden niet meer op het veld staan. Geen wedstrijden spelen. En dat is denk ik het zwaarste moment. Ja, voor de jongens is dat gewoon een van de ergste blessures die ze kunnen krijgen. Ik weet hoe ik zelf ben, hoe mentaal sterk ik kan zijn. Ja, ik zie niet in waarom ik niet terug zou kunnen komen. Volgens mij middenvelder van Heerenveen die speelde de spits in. We stapten eigenlijk altijd naar links en de bal kwam een beetje op onze rechterbeen. Ik wil overstappen naar mijn rechterbeen. Ik zit vast met mijn linker voet in de grond. En mijn gewicht zit nog op dat moment op mijn linkerkant. En die klapt dus naar binnen. Ik hoorde knak en toen viel ik. Ze hebben allebei pijn. Flap en Prupper. En Prupper misschien nog wel het meest. Maar met Prupper ziet het er echt niet goed uit. Toen ik de knak hoorde en dat ik ook daadwerkelijk dat gebeurde, zeg maar, dat ik niet meer om mijn linkerbeen kon staan, dan weet ik wel van, dit gaat wel lang duren. Dit is niet goed, nee. Daarna is het vrij snel duidelijk dat ik hier ging revalideren op zijstel. Je moest natuurlijk, als ze hier zouden revalideren, dan zouden ze altijd tussen de groep zijn, tussen de jongens. En ik merk gewoon dat is lastig voor de jongens. En het is voor hun denk ik beter om daar te revalideren met lotgenoten. En jongens die het ook zo ervaren hebben. Het mooie was bijvoorbeeld dat ik, toen ik hier kwam, net na mijn operatie, en er waren jongens die dan bijvoorbeeld mijn litteken zagen. En die vertelde dan ook meteen, oh ja, dat heb ik ook gehad. Oh ja, die nietjes die er dan nog in zitten, oh ja, dat had ik ook. En dat geeft wel meteen een vertrouwd gevoel van dat je niet de enige bent die dit heeft. En dat het er gek uitziet of dat het niet klopt dat je knie zo dik is. Das Schwerste war, ja, mit der Situation umzugehen. Dass das passiert ist, man muss jetzt damit klarkommen und einfach hart an sich arbeiten und zurückkommen. Die ersten 1-2 Monate war sehr hart für den Kopf. Du hast keinen Ball am Fuß, du kannst die ersten Wochen kaum gehen, bist auf Krücken. Ja, hast ein Programm, jeden Tag bist du im Gym, musst du hart trainieren und ja, das ist schon wirklich hart. Dus voor Jeff is het anders dan bijvoorbeeld Sebastian of voor Robin. Maar ze vinden allemaal hun weg daar wel in. En ja, ze hebben eigenlijk ook geen keuze om daar doorheen te komen. Want het moet geopereerd worden en de revalidatie moet beginnen als ze weer willen voetballen. Ja, precies. Maar nu zit ik meer te spugen dan dat ik. Ik heb muziek aan het zonnevingers. Ja, dat was gruwelijk niet. Jullie zullen niet hebben gekeken, maar helaas was die Champions League wedstrijd. Ja. We zetten eigenlijk gewoon allebei ons lichaam erin en mijn knie klapte een beetje naar binnen en dat voelde ik ook gelijk. En, ik wist ook wel gelijk wat er aan de hand was. In de actie aan de zijlijn voelde die al dat fout ging. Is hij nog even doorgegaan en toen ging hij op een gegeven moment zitten en toen had ik al van klaar. Dat was niet goed. Nee, niet meer. Hè. Dan zie je gewoon aan zijn houding van, het is klaar. De eerste 6 weken na je operatie, dan ben je gewoon heel afhankelijk. Dan kan je echt heel weinig, alleen met je been in de lucht eigenlijk. En zorgen dat je gewoon zo snel mogelijk weer wat spierkracht krijgt in je benen en dat je been überhaupt zo goed mogelijk kan buigen en strekken en ga je van de bank naar de club en van de club weer terug, dus verder zie je niet heel veel van de wereld dan. Gelukkig mocht ik mijn moeder dan maar lenen van mijn vader. Mijn moeder die gewoon de eerste 6 weken gewoon
ja, alleen maar rust geweest. Zo, bruschettaatje vooraf. En ja, daar ben je natuurlijk hartstikke dankbaar voor dat ze je zo kunnen helpen. Jeff war ja schon vorher verletzt, dann kam ich und er hat schon auf dem Feld gespielt. Und er hat mir auch ein paar Tipps gegeben und hat mir auch immer geholfen. Und ja, dann kam Robin, dann war ich sozusagen auch für Robin da, so wie Jeff für mich da war, genau. Ja, aber jetzt trainieren wir alle zusammen und es bringt Spaß mit den Jungs, ja. Je hebt hier goede begeleiding en het voordeel is dat je hier met jongens zit die eigenlijk allemaal hetzelfde hebben. En als je op de club revalideert, dan hebben de jongens die moeten gaan spelen op zaterdag of zondag de prioriteit. Dus diegenen die moeten gaan trainen op dat moment, die worden behandeld, die moeten ingetaped worden, noem maar op. Dus de fysio's zijn daar eventjes volledig 100% focus op. En dan kom ik daarna pas. En dat is logisch natuurlijk. Maar als je hier komt, is het, je wordt meteen behandeld. Je krachtprogramma ligt voor je klaar. Daarna ga je meteen met z'n allen naar buiten, noem maar op. Dus het is, ja, hier word je gewoon meteen in goede banen geleid, zeg maar. Ik weet hoe ik zelf ben, hoe mentaal sterk ik kan zijn, hoe mijn lichaam in elkaar zit. Nou ja, ik heb het gevoel dat ik altijd hard werk daarvoor om weer terug te komen. En ja, ik zie niet in waarom ik niet terug zou kunnen komen. Ja. Nee. Waar het mij om draait zijn mijn teamgenoten, mijn familie en noem maar op. Het maakt mij niet zoveel uit dat ik nu niet zoveel in de media kom of niet op tv kom. Ja, daar gaat het mij niet om. Het gaat om dat ik het spelletje leuk vind. Ik zou volgend jaar gewoon weer moeten bikkelen voor mijn plekje. En nou ja, dat is alleen maar mooi dat die concurrentie er is. En dat het nu ook weer hartstikke goed gaat, daar ben ik hartstikke blij om. Ik zat te juichen op de tribune natuurlijk. Dus. Ja, weet je, dat is voetbal. Je hebt altijd concurrentie. Je hebt altijd, als je eventjes niet speelt of geblesseerd bent, ja, dan raak je even op de achtergrond. Ja, dat hoort erbij. Ja. Maar ik denk dat die buiging trouwens wel verder is nu, man, neem je die op? Dat de vocht eruit gaat. Ja. Dat is mooi. Is het voor je gevoel dat je met de hurken zit en zo? Ja. Ja. Top. Ja, precies. Ik probeer nu vaak dat te doen. Ja. Met deze blessure ben ik het lichaam wel echt gaan waarderen. En gewoon bijzonder hoe het lichaam überhaupt werkt. Dat er inmiddels gewoon 4 keer in je knie is gezeten, maar dat die uiteindelijk altijd gewoon weer herstelt en ja, hoe dat werkt, dat is wel echt bijzonder. Ja, het einde van de tunnel is wel echt in zicht en dat is wel gewoon hartstikke prettig. Iets meer dan een jaar om weer een hele wedstrijd te kunnen spelen. Ja, maar je zit toch wel met spanning. Als het maar goed gaat, als het maar goed gaat. En zeker als je dan zo'n sliding maakt. Maar we weten ook wel, als die op het veld staat, nou, dan staat die, dan is er alleen nog maar voetbal. Dus hij denkt niet aan die knieën. Dat ieder moment dat als iemand van Heracles gewoon in de buurt van Utrecht was, of even bij de KNVB moest zijn,
Dat ze altijd een appje sturen of even bellen van hey, ben je er ook nog, anders kom ik even langs, even een praatje maken, dat soort dingen. Of als ik op de club kwam, dat ze dan altijd even naar je toe kwamen, hey, alles goed. Voor een speler is dat gewoon bijna niet te omschrijven hoe fijn het voelt als iemand inderdaad toch gewoon aandacht voor je heeft. Dat voelt echt zo fijn.